We zijn in Sete Boca National Park op Curaçao. En we gaan nu met de auto helemaal de route hier zo op de kaart gaan we helemaal rijden. En dan gaan we langs al die mooie rotsen. En dan gaan we foto's en zo van maken. Eigenlijk zouden we misschien gaan lopen, maar dat is een beetje te warm. Jij kan echt veel beter vertellen dan ik. Daar gaan we. Op weg naar de eerste tussenstop, de eerste parkeerplaats. En dat gaat voor de natuurlijke brug. Dat is een steen die uitgesleten is. Even kijken. Daar gaan we naartoe. Op het lekkere zandpaadje. Dat hoort erbij. Op vakantie gaan we altijd op zo'n weg. Dat je denkt, is het wel een weg? Dus ook deze vakantie. Je kan daar al zien dat de kustlijn heel erg rotsig is. Zo, we zijn nu bij het tweede punt, Boco Calci. Die schommelen. Zijn op aan het stapelen. Een mooie koel aan het doen. Wat zo? Maar een bijzonder, dit is een rood steentje erop. Een rood steentje. En dan is het helemaal mooi. Thank you.
kippetjes. Geiten. Geiten. Oh, oké, okay, dat is een beetje. Oké, dat is wel. Nou. Daar, als je goed kunt kijken, staat er welkom Boca Pistol. En daarachter, ergens, als het goed is, gaan ze hier. De zee gaat hier heel erg hard op de rotsen. Ik zag net ook al zo'n hele. Dus ja. Dit is dus waar we hier eigenlijk voor zijn gekomen. De golven die tegen de rotsen aankomen. Heel erg hard gaat dat. Echt heel erg hard. Er zit daar ook heel veel water. Leo, ja! Doe het, doe het, doe het!